De man die de winnende maakte tegen Manchester United. Dat, dat moet lekker klinken als ik je zo kan aankondigen, Tony Villena. Ja, zeker. Ik denk dat het besef nog moet komen, want die is er nog niet. Maar die komt later wel. Is dit tot nu toe het hoogtepunt in jouw feyenoord tijd? Nee, ik heb nog meer hoogtepunten. balen van de bekerfinale, die ook winnen. Dat is ook een mooi moment. Maar ja, dit is ook een mooi moment. Gisteren. Het is uh, sowieso een bijzonder verhaal dat juist jij je maakte met de hele aanloop naar dit seizoen, je leek te gaan vertrekken. Uh, blijf toch bij deze club, voor dit soort wedstrijden ook en dan beslis je hem. Ja, dat is mooi, maar uh, ik denk dat het uh, heel het team uh, goed heeft gepresseerd gisteren. En ja, zonder hen kon ik die doelpunt ook niet maken. Ja, het was wel echt, echt knap, hè? echt een hoog niveau, inderdaad, wat jullie haalden bijna geen kans weggeven tegen United. Zelf af en toe de toon bepalen. Ja, zeker. Ik denk dat we bij Vlaag goed, uh, goed voetbal speelden. En ja, soms uh, ook weer niet. Maar uh, ik denk dat we op de been zijn gebleven. En dat was belangrijk. Hetgeen wat ik net zei, de hele aanloop ook na dit seizoen. Speelt dat op het moment dat je die bal binnenschiet dan toch ook door je hoofd heen? Wat, wat speelt u überhaupt door je hoofd heen? Dan word je gewoon gek als je die goal maakt. Ja, veel emoties kwamen los. En uh, ik was hartstikke blij dat je tegen Manchester mag spelen. En dan ook nog scoren. Dat is toch een jongensdroom. Dat je meestal alleen de PlayStation uh, tegen zijn spel of uh, met zijn spul. Dus, uh... Moor je toen ook? Ja, af en toe af en toe. <laughs> Dan uh, ja, loopt iedereen nu hier, hier euforisch rond, hè? vooral supporters natuurlijk. Uh, maar bij jullie het leek erop alsof na de wedstrijd, bij het bedanken van die supporters al heel snel die knop leek om te gaan, nog terwijl jullie die zegen aan het maken waren richting weer een heel belangrijke wedstrijd zondag. Ja, het is belangrijk, maar ik denk uh, dat de fans gisteren uh, geweldig waren. Ze hebben ons ook gesteund. Dat is belangrijk. En ja, zondag is een hele belangrijke wedstrijd. Weer een andere wedstrijd dan uh, gisteren. En ja, we moeten drie punten gewoon pakken. Was, uh, was je nog verrast door hoe de sfeer dan in de Kuip was? Het was even afwachten natuurlijk hoe dat zou zijn met, met die lege vakken, met die hoge netten. Ja, en het was toch een, 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 een heleboel lawaai opnieuw. Ja, het was wel even wennen, omdat uh, normaal de, de Kuip helemaal vol zit. Nu was hij ook wel vol, alleen uh, de ring was. Uh, was bedekt met uh, ja, doeken. En uh, die net om het veld. Maar ik denk dat het weer goed was. En ik denk uh, ja, dat ze het goed hebben gedaan. Zondag in Eindhoven. Ploeg die, die ook Europees heeft gespeeld deze week. Maar wel wat meer rust heeft gehad dan jullie. Kan dat een rol spelen in zo'n wedstrijd waarbij de verschillen misschien klein zijn? Nee, ik denk, dat, denk het niet. Ik denk uh, dat we gewoon nu goed moeten rusten. Goed herstellen. Gewoon uh, goed eten. En uh, dan uh, zijn we klaar voor zondag. Was je onder de indruk van PSV tegen Atletico Madrid? Ja, ik heb de wedstrijd gezien en uh, ja, hun speelde ook uh, op zich goed. Maar ja, uh, Atletico uh, had toch gewonnen en, uh, ja. ik weet niet of dat, een, uh, of dat iets uh, is voor zondag voor ons. Maar wij, wij moeten gewoon uh, naar onszelf kijken. De strijdwijze van jullie is waarschijnlijk een beetje hetzelfde zoals gisteravond tegen, tegen United. Was, kan dat ook werken tegen PSV, die manier? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we elke wedstrijd gewoon uh, met z'n allen in strijd gaan. En uh, dat we alles willen geven. En dan zie je dat we ook goed kunnen voetballen. Is er er al eentje die straks aan het eind van de rit bepalend kan zijn? Die wedstrijd van komende zondag? Dat zou ik niet weten. Het is nog een lang seizoen, dus uh, dat weet ik niet. Maar wel een, 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 wel een belangrijk meetmoment opnieuw. Kijk je er zo naar? Ja, dat wel. Dan kan je kijken waar je staat. hè.